success, boys. Zeed. Knipperen met die koplampen op. Doe je dat eigenlijk? Het kruisje. Zo, er komt een Mercedes langs en een Ferrari. Ja, yep. Ik zie iemand. Dacht ik een GTR. Ja, wil ik eerst nemen, maar. Dat is iets te mainstream. Ja, nee, ik kwam er gewoon, gewoon niet zo lekker in als ik daarvoor zat. Ja, dat was mijn race. Ja, ik had ook niet. Iets kwam van linkerkant. Iets raakte mij van links achter. Heel veel rijders staat speelt. Controle of stuurtje? Ik heb controle, dus ik controle. Een beetje thuis bericht maken. Ik wil echt nog eens in het stuurtje te dichten. Ja. Nou, ik ga plakken tussen gaat. Ja, heel klein beetje naar links. Maar... netjes aangeven. Oh, dat is vroeg. Ja, maar een heel van in dag gedaan. Dus ik voel weinig. Maar goed, ga gelijk voor de hard. Ze hebben in ieder geval twee compounds gehad. Ja, en je kan hier langer door natuurlijk. Rijden. Ik heb wel een trofee hier. Yes. Ja, je hebt toch die Beetle gekozen, hè? Ja, maar die had ik al de bek onder controle, dat was het hele idee. Dat had ik maar op C spelen. Maar nu heb je en een lelijke auto en het was niet op safe. Ja. Uit gelijk de eerste bocht vol tegen de muur. Yeah. Ik verwacht nog wel dat er nog wel meer mensen bootjes gaan maken. Want... ja. Is te hopen. Oh, Koos nog heel erbij. Wacht maar tot je ziet wat er achter me zit. Ik zag het inderdaad, een kolonje. Oh, eentje nu. Oké. Okay.
Hey, zo, die nemen me heel ruim. Ja, hallo, ik ben er ook. En ik zie iedereen over de baan heen rollen. Werden, dat is ook gewoon niet. Ja, dat heb ik ook inderdaad, ja. Ja. Ik heb nou snipes voor me en die gaat. Vliegt hij voorbij om te wandelen. Ik kan niet hele lange vragen beantwoorden nu tijdens het racen. Sorry. Dat wordt niet best. Ja, we hebben het wel een beetje meer verwacht. Ja, snap ik, maar dat gaat het niet worden. Dat gaat hem echt niet worden. Ja. Toxic streamer. Gaat alleen maar voor de subs. Ja. Ja. God. Ik hoop het, coach, ik hoop het. Ja, en dan ga ik nog niet meer. Ik hoef maar één keer die vuur aan te kijken of mijn opvang ligt er weer uit. Het zal helemaal pieken. Ik heb ook aan de links. Wauw, netjes. Ik moet je af en toe hebben. Hup. Volgende ankers. Hoe doe je dat eigenlijk, je richting aangeven? Ja, ik gebruik een touchpad op controle. We zijn aan het racen, hè, jongens. Ja. We gaan allemaal dezelfde kant op. Ja, maar je hebt ook een soort rules of conduct, toch? Als je iemand langs laat, als je het aangeeft. Ah, zo, oké. Okay. Ik moet wel netjes. Dan heb ik niks te zeggen, ja zeker. Ja. Ik was je elke derde ronde de pits gaat doen. Leuk, dat is het leukste. Oh, sorry Pieter Mogli. Yo. Wel trusten. Ik zie gewoon mensen met een beetje grappen. Ik zie mensen gewoon met softbanden racen. Hoe dan? Je houdt toch maar heel even vol. Ja, dat was de verkeerde keuze, ik merk al. Even de pit in zo. Zo moeilijk. Oud glijdt, joh. Ja, hij is sneller natuurlijk, maar... Ja, dat wel. Het is gewoon snel kapot. Ja, ik wil het zeggen. Ik zit denk ik nu met mijn mediums op zo'n... 10%, 10, 15. Oké. Ja, en als je hier op de nog niet eens op de helft zit, dan ga je het echt al voelen. Goed voelen. Ja, wees altijd lief voor je banden, jongens. Dat is zeker een hele goede tip.
benen van zijn gegaan. Echt een geniale track hoor. Goed. Ja, zat in alle Gran Turismo's behalve in sport. Ja. Zonde hè. En Try a Mountain Identito. Ik heb zo'n history video ervan gekeken en eigenlijk bizar hoe mooi dat al die games geweest zijn vanaf de eerste PlayStation ook al. Ja, maar dat is het ding. In mijn gedachte is zeg maar PlayStation 2 Deep Force Raceway ziet er net zo mooi uit als dit. Hey, zijn we nog maar met z'n achter? Oh nee, nee. Ja, het team. Nikos, mag ik je iets vragen in verband met de toekomst van First Look, of is er nog niets van beslist? Daar hebben we echt door corona hebben we echt nog niks mee gedaan. Oh, okay. Dat wil ik echt niet zeggen. Maar dat is echt voor Ruben, hè? Oké. Okay. Ja, ik heb het vorige keer bij End of Week Live gevraagd aan Jay, maar hij had de vraag. Maar trouwens, Jay, ik kon er niet op antwoorden. Jij is er inderdaad ook wel heel nauw bij betrokken. Maar nee, ik vroeg mij daaraf omdat. Ja. Een concurrent, je weet, Gameforce. Ja, Gameforce die komt nu naar Jaburs. Ja. Daarom vroeg mij daaraf of dat er al iets gepland was bij Blamos zelf. Nee, dat is wel heel duidelijk een agressieve move van Gameforce. Ik ga gewoon Robert voor me rijden. Die rode auto in ieder geval. Kijk, ik ga net door die haarspeld. Ja, dan rij ik okay. Achter je. Ik heb zelf aangegeven welke kant op ga je. Ja, ik kom goed terug. Okay. Ik ben nog heel ver van je vandaan hoor. En ik heb oude bandjes. Outlap, dus ik heb geen idee wat ik heb gedaan. Nee, klopt dus. Ja, ik moet wel zeggen, je hart kan er dan mee. Ja, glij je wel meer mee, hè? Ah, fuck, nee. Oh. Meer dan normaal. Ik heb het wel heel erg, hoor. Zorg zijn echt.
Ja. Ja, het is standaard geselecteerd voor jou. Ik heb het niet aangepast namelijk. Oh, blue flag. Wie is die 1.28 eigenlijk? Ja, groen. Ah, netjes. Mooie tijd. Wow. Oh, dat staat boven. Dat is een vraag. Al Peter Smash. Ja. Niet dat het nog heel veel nut heeft. Wat ieder rondje weer weten.
Ja, ben ik ook. Goeie avond. Die body is gewoon aan het veranderen. Huh? Dat de baan aan het veranderen is. De baan? Doordat we zoveel rondjes rijden, ja. Er ligt vuil van onze panden op de baan. Oh ja, ja, dat is ook een gekke sport. Je ziet allemaal rubberkorrels inderdaad, ja. Zoveel problemen mee gehad, maar nu een trickje. Alleen nog wel eigenlijk een eigen livery maken om hier aan toe te komen. Nee, het wordt hier niet donker blast. Althans, ik heb de tijd op normaal gezet. Je kan namelijk de tijd snelheid aanzetten en dan kan het bijvoorbeeld heel snel donker worden, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem op normaal staan. Dat is in die in de carrière. Ja, maar dat kan je hier ook doen. Voordat je het weet is het van ochtend naar nacht. Ja, dat moeten we eigenlijk wel een keertje doen, dat is wel leuk. Twee rondes. Ja, wel. Oh, die laatste bocht daar. Iemand inmiddels al wat die rode laptimes betekenen? Dat je pit, zeg maar, de ronde dat je in de pit bent gaan en je outlap. Ja, maar dat is een bug. Die blijft de hele tijd in het rood gaan, iedere keer. Oh, ja. Oké. Ik dacht eigenlijk dat je dan onder je beste tijd zit. Maar dat is... Dat het, zeg maar... Kom langs links. Ja, precies. Dank je, Smash. Ja, dat is goed. Ja,
zitten alweer bijna op de helft, man. Ja. Even denken, denk ik. Ik zou niet langs het circuit doen als ik jou was. Beetje duur. Lekker van Jerk. Ik heb gewoon Shell pas. Dicht ook zo nieuws. Eerst de banden en dan tanken. Maar eens op, moet maar eens opzoeken in de 24 uur races. Gebeurt ook zo. En als laatste, ik denk zelfs dat als er gewisseld wordt van rijders, dat als eerste is. Dan aan de banden beginnen en dan tanken. Oh. Ja, tanken is wel duur tegenwoordig, hè? Dat wil je wel echt als laatste doen, zeg maar. Als het echt niet anders kan. Dan kan je nog bedenken. Ik heb een laten tanken. Is meisjes er wel slim? Ik wil niet dat ik het nu dat niet krijg voor het blauwe vlek. I'll just rain down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Hey, Albaba. Van trekken word je doof, Koos. Ja, dat hoor ik wel. Leugens dus. Nummer naast dat tank logootje, is dat hoeveel rondes je nog kan gaan met je tank of? Nee, stage. Ah ja, dat leek me ook wel logisch. Ja. Thanks. Hoe vet zou het zijn als een echte coureur? Hey, dat loogtje bij tank. Wat betekent dat eigenlijk? Ik zie een oranje moersleutel knipperen. Moet ik de pits in? Ja, gaat stukken beter, maar nog wel herstellende hoor, Obama. Spelletje doen voor vanavond. Ja, ik hoop vooral dat we Duitsland klem kunnen zetten, zoals we de Denen af en toe ook hadden. Dat zag er wel echt vet uit. Ja, klopt zo. En die drie voorin, dat is wel heerlijk om naar te kijken hoor. Maar in oktober gaat het plezant worden. Hè? Oktober? Ja, ik geloof dat in het najaar van dit jaar Nederland-België is. Oh, ja. Wow. Ja, dan weet ik dat het er zit aan te komen. Dat wordt wel leuk. Maar wanneer juist, dat weet ik niet. WK zelfs.
fucking haat. Het wordt er vlak voor gespeeld, ja. Die oefenwedstrijd. Spelling in Nederland. Voor het WK zijn. Ah, ja. Kijk, die Belgen die kijken daar naar uit, hè, om tegen het grote Nederland te spelen. Is, wij doen het puur voor het vertrouwen over het WK. Snap je. Even een overwinning pakken. En geld in België geven. Even de amateurs uit het zuiden 10-0 op de groep geven en dan vol vertrouwen naar Qatar. Maar het wordt ook steeds lastig. Ik heb inderdaad al dat Wilbert. Maar de regels wordt dan altijd wel niet. Ja, oké. Okay, als we de volgende keer kijken. Mijn PlayStation ging op rustmodus of zo na 10 minuten. Ik kreeg de melding. Oh, dat kun je. Ik weet niet. Gaan uitzetten. Je mag gebruiken, hè? Ik snap niet wat hier. Hij vindt de race gewoon zo saai dat hij denkt, nou, ga maar gewoon weg. Stop maar. Ja, toch slecht goed met jij dit. Ja. Hou er maar op. Wie gaat er nu de tunnel in? Ik. En niemand krijgt blauwe vlaggen de hele tijd, maar... Ja, ik. Maar ik zit te wachten dat... Ik ga hier naar die kutbocht hier op de laatste... Kutlijn. Als je maar niet op de racelijn zit, dan vind ik alles best. Ik heb hem heel ruim genomen, voor de zekerheid, maar meneer de Beetle. Op het beslist koos daar heel snel over is. Wat? Maandagavond, boven de speed. Volgende week. Wat gaan we rijden? Let op. Binnen 5 seconden springt er iets in zijn hoofd en dan... Ja. Let op. Ik hoor de helft ook, hè. Welke track? Volgende week. Volgende week, Spa-Francorchamps. Nee. Yeah. Leuk. Ja. DJ Office tot op zijn wenken verdient. Ja. Rangeweer. Met deze auto die helemaal naar beneden geduwd is, dat is onmogelijk. Dat was vorige keer ook zo op de limiet rijden. Sorry, maar als de snelste auto's 2.18 rijden en zonder die BLP kan ik iedereen wel volgen, maar met die BLP, deze auto wordt gewoon helemaal naar beneden gehaald. Nee, ik heb pas in te dekken, toch volgende week. Ik heb nu al 20 kilometer minder snelheid op de rechte stukken en hij is zwaarder gemaakt, dus hij is helemaal naar beneden gehaald. Nee, hij is gelijk getrokken alvast. Ja. Ah, sociaal zit er gewoon. Oh, die microfoonstapjes tegenaan. Oké, wat is jullie top snelheid op het rechte stuk? Ik ga het nu voor je kijken. Hey. 63, 64, 265. Ja, ik zit op 253, dus daar heb ik het al. Ja. Niet meer op 257.
rechtstuk voor de herpin of rechtstuk voor de eerste kom? Stuk voor de eerste kom. Voor de herpin is deze. Ik ga nu bij de andere. Oh, dat was het. Ik heb mijn remkunnen gaan bepalen. Wacht even hoor. 57, 60, 65, 67. Ja, ik had 249 voor de herping. Blauwe vlag. Wat doe je dan? Anders moet je er snel op ontslaan. Zo zijn we rijden. Kijk hoor. Ah, voor de eerste bocht ga ik op zich harder. Dat is 2. 60 ongeveer. Blauwe vlag. Dat moet hier al af. Nou. Aangebleven, wel lang. Echt een straf voor ik niet de baan was, blijkbaar. Dat is wel een beetje bijzonder bekeken dan. Gewoon een stuk bij de, hoe heet dat? Ja, bij die slalombocht was het. Net op de lijn al. Ja, veel plezier Dennis. Jammer man, dat je niet mee kon doen. 270 in die zeg ik heb. De laatste paar meter kon ik even niet checken of ik op mijn remtum moest letten. Nou, die gele kanarie in ieder geval wonen weer uit. Nee. Prachtige ziek hoor. Het wordt een zakje. Ja, dit wordt een mobiel. Voor de volgende race ga ik hem helemaal volgooien met logo's. Komt goed. Ja, vooral. Die op mijn helm was ook goed gelukt. Ik zie het niet, ik moet iets dichterbij gaan rijden. Nou, ik doe me niet, blijf maar heel ver weg van mij. Wacht maar, kom maar aan. Ja man, de volgende keer moet je wel echt weer meedoen. Nou, ik krijg maar net 260 aan. Dennis had wel een goede tijd hoor, dus ik weet niet of hij wel mee moet doen. Ja, hij is heel snel, daarom vind ik het jammer. Ja, absoluut. Ja. Nee. Kan ik van leren. Van zijn tank. Oh shit. Goed getimed. Ah, met een beetje benzine staat hij. Oh. Ook zo, vier. Oh, vier. Ding. Ja, je moet niet bang zijn. Ik ga vertrouwen hebben in je fuel flow. Precies. Ja, precies, ja. Ik heb een goede fuel pump. Ja, precies.
gaan. Bij jullie ook de rechterbanden harder dan de linkerbanden? Of een beetje hetzelfde? Oei, oei, oei. Een beetje hetzelfde. Oei, 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 oei. Dat ligt dan maar. Goeie. Dan moet je hem vaker vragen, dan vliegt hij de bocht uit. Ja, echt hoor. Eerlijk, je was naar je banden aan het kijken, hè? Ja. Nou, we hebben nog een penalty, dus je gaat er zo goed straf voor mij. Lekker. Ja. God, en helemaal naar de gret voor natuurlijk mijn auto. Het is om te huilen. Stop eens met die vragen, Robert. En jullie zijn gebruik. Gaat dat op? Gaan we zo gewoon weer deffen, hoor. Op smash ik naast je. Blauw vlag. Ja, thanks. Ik word toch wel een ghost, geloof ik, Moby. Nee, je wordt geen ghost. Met de penalty ook niet? Dat weet ik niet. Nee, ik heb ghosting helemaal uitstaan. Oh, kan je toch niet? Ik word wel echt een ghost. Oh ja, je wordt een ghost. Oké, okay, weird. Ja, bij de penalty. Staat helemaal uit in ieder geval. Oh, maar dat is die dingen penalty. Dat je moet afleiden. Die rare lijn. Dat is zo raar, hè. Gewoon midden op de weg. Nou, je moet ook niet midden op de weg. Nee, maar hij bepaalt voor je, toch? Ja, hij bepaalt voor je. Maar hij kan zelf dat ik de weg schrijf. Ver maar weg van de race. Ah. Ja, je bent toch coaster. Hey, ga je niet petten? Ja, ik... Nee? Schade valt wel mee. Oh. Zou ik nog één rondje doen? Nee. Oh. Dan gaat het meestal fout als je dat denkt. Ja, dat nou, gelukkig. Rondje ik kan wel. Ik raak bijna kwijt vlak voor de pitstraat. Ja. Ik ben net in de pit. Dat is ook wel stijl gemaakt. Oh, je zegt, ja, mooi hè. Ja, ik denk van dat. Ja. Dat had wel heel veel tijd. Schrikken, jongen. Ja, ik dacht geen gelijk, want hier is echt niet te doen. Nee. Je hebt je één keer geprobeerd iemand in te halen, ja, maar gelijk weer binnen voor die opvang. Ja, plus dat je blauw vlag had ook. Ja. Ik krijg een belletje voor de blauw vlag. Ja, maar dat is wel een beetje netjes om aan de kant te gaan natuurlijk. Ja. Nee, is niet zo. Take a lot to take me away from you. There's another 100 men on what could ever do. I'll just rain down and yeah, it's about to take up 9%. Gonna take some time to do the things you never had. Yeah, yo. Ja, is dat 9? Dankjewel voor die sub. Zo, ik zit echt vol in de concentratie. Volgens mij heb je zo'n pompteken en daarna zie je je percentage op als je in de pit zit, krijg je die te passen. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, je kan ook met de pijltjes toetsen. Ja. Met de pijltjes toetsen kan je dat checken. Ja. Oh. Ga ik dus zo goed aan het kijken. Ja, brief meneer. DRS open, Snipes. Waar is een feest? Boost jou meteen. Ja, met reduction zo leuk, hè? Daar staat DRS er ook voor. Damage reduction 6. Ja,
ja. Ah, shit. Mag allemaal. Ik word zenuwachtig van die gele vlek in mijn achteruitkijkspiegel. Noem je de Dormont mobiel nou een gele vlek? Ah, gelijk weer. Lastig, hè? Ja, dit wordt heel naar. Schitterende auto voor mijn neus. Oh, je rijdt gewoon achteraan. Ja, ik ben te bang hiervoor. Ik ga wel naar de binnenkant. Mijn boy, kan ik langs haar? Yes, ik kan links aan. Ja, toch, thanks. Dat is soepelig genomen, hè, Bobby. Je moet ook zenuwachtig, hè? Jazeker. Ah, shit. Watch. Komt er nog iemand achter ons? Echt? Wordt helemaal gezellig. Oh ja, shit. mijn banden gaan het ook een beetje begeven nu. Is Matthijs hier in de chat eigenlijk? Ja. Oké, top. Kan je ons waarschuwen mocht je in de weg zitten? Ja. Oh nee. Ah. Oh shit. Hey, dat vind ik ook gewoon zo. Dat is heel jammer. En dan weet ik ook niet hoe ik achteruit kom. Oké, zo. Weekend. Ik ben tussen. Oké, kom maar langs. Gele auto, ik weet niet wie. Nee, oké. Okay. Komt toch, ik kom niet meer vooruit, ik kan ook niet opzij. Dat is de Dortmund-mobiel. Ja. Dortmund is een degradatieprobleem, zie ik.
Ja, nou zeg dat wel. Kut. Ik zag anderhalve seconde penalty. Ik ga links aanhouden, jongens. Ik heb hier achter me zitten. Ik vond wel fijn om achter je aan te puffen, man. Ja, moet je even wachten. Dan kom ik er weer zo aan. Als ik even na de pit wacht. Yo, goeie avond, jongens. Hoe is het, jongen? Ja, oké, dan ga ik wel achter Matthijs aan. Ik heb twee rondes 1:30-1:82 gereden. Jezus. Achter elkaar ook. Dat is knap. Ja, Alvis, je wilde een topsnelheid weten, hè? Ja. Bij de machine. 180. Dag. Ja, mijn motor wil niet meer. Oh. Sorry. Ik moet ook wel coachen. Moet ook wel. Ja, dat is ook dus ook te twijfelen. Maar ja. Ik denk het wel. Ja, als je de snelste rondtijd zet, dan kan je in ieder geval nog een extra puntje pakken natuurlijk. Hè? Ja, die 21 ga ik zeker niet zetten. Nou, lege tank, rode bandjes. Met Harts die paar ronden nog over. Harts? Ben je naar Harts gegaan dan, hè? Ja. Wat laatste stint? Ik had geen mediums. Ik weet niet, vergeet te proef. Oh, ja. Dat is... Volgens mij moet je wel echt de banden bezitten. Ja. Ja, precies. Ik ken hem vroeger, ja. Dus je kunt er voorbij langs de binnenkant. Ja, dat is goed. Chris bochten. Ja. Thanks. Alsjeblieft. Nou, netjes. Ik heb dit nou alweer, hè? Nee.
Ja, ik weet niet welke band ik heb, dus ik heb Super Shots. Alleen, oh ja, dat die rode band. Ja. Super Shots? Ja, die rode band in plaats van de gele. Je hebt andere banden gekocht dan. Die rode zijn gewoon soft hoor. Ja, yes, nee, hij heeft DLC. Ah ja, dat is niet op de zak. Die Vlaamse heks! Paarse banden. Ja, banden van 20 miljoen credits heb je. Mogelijk, kom je halen, hè? Gaat me niet meer lukken, denk ik. Wordt wel close. Matthijs, ik zit achter. Je straks op rechtstuk even switchen? Ga maar gaan. Oh, hier mag ook. Ja, thanks. Waar serieus dat een volle seconde op een richtstuk? Oh, echt. Ik werk 3 seconden voor de laatste bocht en ik heb hem perfect genomen. En ik heb beter band er als jij, want jij hebt het gele band, heb ik gezien. Ja, ik heb niet. Ja, hij had soms een gat hoor. Hebben ze een zelfde ronde gebied? Ja, hij houdt hele sheet ernaast, joh. Excelletje. Ja. Onder het race even invoeren. Zo, dan ging bij mij iets mis. Hij deed dubbele downshift. Motor opgeblazen. Ja, ik schrok wel heel even, man, want voor hetzelfde geld staat hij in één keer dwars. Doe maar. Toch spannend in de laatste rondes. Shit. Voordat je echt achter me zit. Nee, dat is. Links. Oh. Ik heb links af. Nee, dat was het niet. Waar gaan we dan mee? Ja, ik ga aan de kant hoor. Ja. Even jullie ruimte geven natuurlijk. Nou, wel bedankt voor het opbouwen trouwens. Maak ons het leuker. Ja.
ik zit links voor. Ja, ik zie het, zie het. Dan heb ik natuurlijk veel hoger topsnelheid dan jij. Ja, toch niet. Nou wat. Ja, ik zit, ik zit maar aan 42 ongeveer. Ja, en daar ga ik! Ik draaf dus! Ah, oh, dat is zonde. Ah, oh, dat was zonde. Was de druk te hoog? Nee, dat is gewoon met die bandjes. Ah, ja. Ja, iets boeper soms. Ja, ik kon niet anders. Ik heb geen geld aan op dingen, dus ik moest wel op. Ja, en de hart is er gewoon af. Oei, 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 oei. Kijk, 18,7 seconden met boy. Ah, oh, doe ik zo. Je bent volgens mij herpin dan wel, ja. Aan weaven. Weave. Ah, yeah. Ah. Ik ga even een kip doen. Blauw vlag, iemand. Alvast? Kom maar aan. Ja, ja, ik rem vroeger, dus ik blijf niks. Rechts is de racelijn, hè? Ja, daarom. Ik rem brok, dus gaan we langs links en dan kunnen we er terug voor schieten. Ik rem nu. Oh, dat is mijn punt. Dat is de racelijn waar je op staat. Waarom ga je niet naar links? Je moet die bocht van buiten naar binnen maken. Ja, maar dan krijg je geen penalty als je misschien buiten de baan komt of zo daar. Nee, 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 ik weet wat je doet. Laatste paar rondes zo rustig aangedaan, man. Traction control aangezet. Yes! Oh. 1 uur en 9 minuten. Oh, ik voelde de druk wel van het schoen, hoor. Oei, 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 oei. Oh. Ik voelde hem dichterbij komen. Oh, yes, thanks, guys. Thanks, coach Sander, Caps, Joris, Giuliano. Coach, waar speel je een andere game dan GT7? Donderdag we spelen Halo Infinite. En zondag spelen we F21-21. Dus komt goed. Thanks, Hamelan. Oh, lekker hoor!